Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Gamer Gamers. Please proceed to and stop at Tush's track 5. Welkom in deze alberede route van de Radische baan. We hebben een klein containertreintje bij ons met 1, 2, 3, 4 containers en 2 lege. En die moeten we eventjes gaan bezorgen. Nou, ik moet de tram nog, maar dan moet ik wel eventjes taxi gaan geven. Hij staat op Langier. Nou, we moeten eigenlijk eventjes op. Ja, doe maar half. Want we hebben niet een hele lange tijd. Oké. Okay. Ja, gehoord. En wat is aanstaan? Nou, lampen moeten we gaan hebben. Shit, lampjes. Dus eventjes op deze manier. Zo. Volgens mij kan ik hem beter gewoon op een volle kracht zetten, want dat kan gewoon hier. Er moet namelijk nog eerst een stuk beeld op. En we komen zo daar in Tushis, dat is eigenlijk het zuiden, noordelijkste punt. En we komen vanaf het noorden geleden momenteel. Al te hard rijden, want zo meteen bij het zijn. Hij was goed een snelheidsverlaging te pakken. We komen vanuit het noordelijkste punt aanrijden. Daar moeten we stoppen. Volgens mij moeten we dan een stukje omlopen en dan nog eventjes bezorgen. Het is dus niet een gigantisch lang scenario, maar lang genoeg om even druk mee bezig te zijn. Mijn hoofd is dit 30, maar ik weet het niet zeker. Het is weer een tijdje geleden dat ik tijdens geleden gespeeld heb. Ik ben nog helemaal op deze route. Nou, dat is niet heel erg oud, maar... Ik heb alleen zo niet even meer voor de geest hoe hard nou deze snelheidsvermindering was. Ik denk 30 in mijn hoofd, maar het kan ook 40 zijn. Ja, zo, ik dacht 30, ja. Het zit zo'n snelheid 30 en geen 40. Nou, is dat nodig op zich. Instrumentenbelichting zit ook aan. Kijk, zie je de groen kleur veranderen, dat is ook op zich niet nodig. We gaan naar Tushis track 5, daar droppen we hem af. Aan de siding, koppel, stop at siding, drop off, stop. Nou, dat moet wel lukken. Volgens mij moeten we de volgende hier zo afleveren, op dit stukje. Om daar te komen moeten we een keer omlopen en hem afleveren. Daar staat een van onze Glacier Expresses te wachten. Zo, ik vind hem helemaal prachtig. 3 over moest hij al aankomen. Oh, hadden we even door moeten rijden. Dan zet hem even op Langier Speed. En we wisselen apply de handbrakes en uncouple de locomotive. Even kijken, handrem en decouple. Wel dan, now proceed to siding. Kijk, lampjes, pop. Uit mijn hoofd is het 1 lamp. Voor de Angelia, ja, achter staat ook een lamp aan, mooi. Weet ik niet of wij naar de goede siding toe gaan. Stop at siding. Ja, die staat gelukkig wel goed. Oké. Okay. Stop at siding 5. Oh ja, hier had ik het ook kunnen zien.
Zo. Dan moeten we denk ik even omdraaien. Hop hop. Het is goed, is dat het een en ander nog wel goed. Ja, de pantograaf is het alleen van richting en de lampen staan ook nog goed, dus dat is verder in orde zo. Ja, wat gaan we dan doen? Stop het siding noord. Proceed to siding noord. Nou, dat zou blijkbaar goed genoeg moeten zijn. Ja, siding noord staat het goede. Mooi. Het verschil tussen Rangier Speed en normaal mode is dat de normaal mode is een soort cruise control. Dat is het getal waar je hem opzet, is ook de snelheid die je rijdt. Maar Rangier mode is gewoon de kracht die je geeft. Zoals eigenlijk bij een normale tuin, zeg maar, zo is. Hallo. Zo, en weer omdraaien. Pop. Zo. Ja, alles weer in orde. Mooi, dan staat de volgende is weer aankoppelen. Nee, we hoeven hem niet hier neer te zetten, we moeten hem gewoon aan het einde neerzetten. Well done, you are now going to proceed to track 5 to couple to another end of the train. Ensure you set your locomotive to Rangier mode here to enable slower speed control. Yeah, epic. Move to the other cabin and then press tab to access. Yeah. So nu staat er natuurlijk spoorbezetting daar. En dat gaan we nu opheffen of aanvragen. Dus nu mogen we weer verder. Gaan we op weg richting de bronnen. Tot zover is het allemaal redelijk makkelijk, denk ik toch? Tik, 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 tik. En koppel, boom. Verder dan gedacht. Niet, wel niet, oké. Oh, kan dus zeggen. En koppel. Allemaal de handrem eraf. Nog slangen vast. Now release the handbrake for all wagons gedaan en push the train to siding 3. Check position for the manual switch first. Manual switch, oké. Okay. We moeten naar. Oh, oh. Nou, dit stukje is manual switching en dit is automatisch, oké. Okay. We moeten naar siding 3, dat is dus die en die. Och, wat leuk bedacht. Twee switches even omzetten. Oké, okay. Maar nu hebben we dus een probleem. En nu zie ik niet zoveel. Dus nu moet ik eigenlijk een rangeer ervoor op hebben staan. En of een locomotief op afstand. Dus nou goed, dan doen we dat zo maar. Zo leuk dat hier vooraan de wagon oppikt dat ik er doorheen rijd. Dat is nou goed, prima. Ik geloof niet dat er wel gewoon enige intelligentie heeft, deze twee wieltjes. Kan ik hier trouwens voorop? Nee, ik kan niet voorop. Volgens mij fatsoenlijk helemaal niet staan. Dus er zit wel zo'n stokje aan. Oh ja, hier, oh, je voetstap zit hier. Ja, ik kan er wel staan. Hier zit zo'n voet dingetje en die stokjes om je aan vast te houden.
zo. Doei, Glacier Express, dag. Zo. En weer stil. Dan moeten wij denk ik weer afkoppelen. Drop off, ja. Alle handremmen weer vastzetten. Dat is wel van belang dat je die vastzet op zich, want anders rollen ze gewoon zo weg. En dan zie je in Zwitserland natuurlijk veel belangrijker. So. To only the loaded wagons and cover. Please apply the handbrakes to only the loaded wagons. En uncouple them van your train. Nou, ik vind het goed. Het zal me wel. Ik kan me niet voorstellen dat die ander niet de handrem opzet. Ja, dat die zwaarder is en dan eerder wegrolt, oké. Maar dat, deze kunnen ook gewoon rollen, hoor. Upseat to forward to tussen siding 3. Moet even omdraaien. Hop, 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 hop. Ja, pantograaf omhoog. Siding 3, oh, dan moeten we weer hem neerzetten bij het gebouw. We kunnen hem mooi uitzetten. Dan heb ik hem mooi weer op. Half leistung, half leistung. Ja, steigung. Oh ja. Half speed, dat half speed is bedoeld als je een lok alleen rijdt. En 100% is als je met de trein rijdt. Dus dan gewoon op 30. Hoppatee. Volgens die kant op jakkelen. Ja, gezien. Zo, dan rijden we de siding op. En dan hier na het zijn is onze stopplaats. Zo. Dames en heren, dat was een korte aflevering, maar we hebben mooi gelongeerd. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En graag tot een volgende keer. Bye bye.